Jongens, ik wil dit deel eventjes echt heel serieus afsluiten. Namelijk, sinds de coronacrisis is het porno kijken met 11% toegenomen. Sinds de crisis dus. En het grote probleem is dat de verslaving op de loer ligt. Dat hebben we al jaren. Zegt de seksuoloog Johan Derksen. Nee, maar dat kan wel een probleem worden, toch? Als je iedere dag maar met porno bezig bent en een verslaving houdt. Kijk jij veel? Ik kijk regelmatig. Jij? Kijk hem kijken. Had je niet verwacht dit, hè? Dat je voetbal en porno. Nee, had ik wel verwacht. Hé? Nee. Ga je nou de priester uithangen? Nee, hoezo? Ik zeg, kijk jij veel? Ja, ik kijk ook. Porno. Je hebt tegen mij gezegd, nee, je moet daarna kijken, dan kijk je daarna. Ja, natuurlijk. Dan ben jij een speler. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik heb een technisch probleem, dat is echt waar. Ik begrijp er niets van. Ik ben verhuisd naar Gollo. Ja. En dan om 12 uur heb je altijd op Filmnet, begint die porno, hè. Dus ik ging er eens voor zitten, ik had allemaal gewassen en zo. Maar als de porno is, dan is die geblokkeerd. Ja, dan heb je een code. Dan kan je je code intikken. Die kan je ook stellen. De geboortedatum of zo. Nee, als je het nog nooit gedaan hebt. Nee, maar dat zat er al op in dat huis. Hoezo? Dan is dat niet op mijn tv, want in Oudewater spoot de sperma van de buik. Goed gesprek dit. We gaan er even tussenuit. Lijkt me het allerbeste. Graag tot zo voor het tweede deel. Dat is wel een leuk onderwerp. Van de Oranje Zomer. Ja. Trouwens, het is misschien wel handig de dag voor kerst dat we het vandaag wel een beetje netjes houden. We hadden dat onderhoes. Nee. Ik wil ook niks zeggen. Nee, wat is er? Wij hebben het netjes houden, dan wordt het programma met een uur ingekort. Ja, dat denk ik ook. Wij hebben dat toen gezeten, dat weet jij ook nog wel, bij dat restaurant in Viana. We hadden ons voorgenomen. Dat was heel knus, hè? Was een heel leuk gesprek. Maar was toen dat. Wisten we het nog weet niet. Jij, weet jij dat daar heel veel hoeren schijnen te zitten? Ja, dat weet ik. Oh, ja, natuurlijk wist ik dat. Ja, heel veel. Jij denkt misschien dat het vertegenwoordigers zijn die daar binnenkomen, maar dat is niet zo. Niet waar. Nee. Die zijn van lichte zeden. Echt waar? Ja. Maar zijn er nog meer hotels in Vianen dan? Of is dat dan de enige? Nee, maar dat ligt ideaal voor afspraken, hè? Ja. Wij hebben nog eens een keer een tv-opname gemaakt. Maar wat deed Arnold van der Leijden daar toen dan? Die was er ook toen die dag. Nee, die had gewoon normale afspraken. Dat denk ik ook, ja. Okay. Geef straks het adres even. Bij een lezing? Nee, wij hebben dan nog eens een keer een tv-opname 's ochtends om 6:30 in de wc gemaakt. Ja. Toen midden in onze uiteenzetting een Duitser de wc doortrok. Moesten we opnieuw beginnen en dat heb je toen ook heel netjes tegen die man gezegd. Ja. Daar hebben wij nog wel heel veel problemen mee gehad. Maar goed, we gaan het netjes proberen te houden die dag voor kerst. Dat moet ons lukken. Jan, daarom gelijk een hele stemmige vraag. Dammes Waasdorp. Hij dat is een verzonnen naam. Dat kan niet anders. Uit Leiden die zegt, beste Jan, wat staat er voor kerst op het menu? Nou, ik ben net even een paar van die staven gaan halen. Van die staven? Ja, boterstaven. Ja, heerlijk, man. En een beetje van een krentenbrood. Nou. Hebben ze dat in België niet, Jan? Ja, nu wel. Jawel, hij is nee, je houdt hem van de straat, maar dan gaat hij hier bij de hand zitten doen. Met zijn Jaco-trui. Ja, begin maar weer. Nee, maar hij schrijft... Ik ben net wel een beetje moe van hem, hoor. Wat dan? Binnen daar. Dat gezeik over dat die Ruud Vormer zo goed vindt. Die kan er helemaal geen reet van. Jezus, Mina, die kan er niks van, man. Ik word helemaal stressig van. Die vind jij slecht, hè? Ja, die speelde niet zijn beste bereik. Maar Koeman vond het best oké. Okay. De combinatie met Klaasie vond ik hem best goed. Hij passeerde Filena ervoor. Nou, die heb ik alleen maar zijn hele leven nog voorspelbare dingen zien doen. Hij heeft geen versnelling. Hij speelt alle ballen risicoloos breed. Wel een mooie vriendin. Hij heeft een prachtige en ook nog een intelligente vriendin. Ze is mooi en ze heeft daar hebben wij niks aan. Nee. Wij kunnen beter naar Vianen gaan. Hey, maar even serieus. We kunnen zo meteen... Oh, ik kreeg trouwens nog wel door dat de dames van Koffietijd... erg ontstemd zijn. Oh ja? Ja, ik wil daar toch nog even iets over zeggen. Jullie hebben daar vrijdag... Jullie? Oh, nee. Nee, want ik zal nooit iets over de dames van Koffietijd zeggen. Nou... Nee, ik ben een beetje verliefd op Loretta. Ja, dat zal best. Ik weet niet of we de beelden... Nee, we zullen de beelden wel niet meer hebben, want ze hebben het bewijsmateriaal. Maar je hebt ook dingen geroepen over de vaginaweken. Oh nee, wel over de vaginaweken, maar niet over de vagina van Loretta. Nou, daar zei René nog weer wat over. En ik denk ook niet dat ze dat zo leuk hebben gevonden. Maar als de dames problemen hebben, René... Wij zijn altijd beschikbaar voor het betere likwerk, hè? Ja, 100%. Maar, ja...
Bedoel je tijdens die vagina-week? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja. Dus kunnen we dat dan even kijken? Even kijken naar de dames van Koffietijd. Die zijn ontstemd, dat is wel zo. Afgelopen vrijdag hadden de heren van Voetbal Inside het ook even over de vagina-week bij Koffietijd. Hoe dan? Wil jij geen vagina een klap geven zo? Ja, maar dan kijken we er misschien niet meer uit. Nou ja, daar heb je grote kans op bij die lens, bij die blonde, weet je. Loretta bedoel je? Loretta, nee, we zijn nu naar de Toto toegekomen. Ben je gelijk je logie kwijt? Nee. 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 Ja. Leuk, hè? Ja, ik denk dat... Dat zijn toch de mannen die het... Ik denk dat verpesten, hè? Ja, maar wat het is met mannen... Dit is ook wel echt een macho-programma. Ja, het is een macho-programma. Dat denk ik ook. Het is op televisie. We hebben het over de vagina-week. Ja. En wat krijg je? Je raakt je horloge kwijt. Ze zetten vrouwen dus weer meteen weg als... Het wordt bijna ranzig daardoor. Ja, dat is niet te chic. Zeker, nee. Ja, het is jammer. Het is toch sneu, die mannetjes? Het is sneu. Ja. Ik moet wel zeggen... Ja. Mijn held, Derksen, die heeft het daarna nog wel keurig voor... mij in dit geval opgenomen, want meneer Geep of Gijp of hoe die ook heten mag, die ging nog even door van, het is wel een vieze rikje, hè? Het is wel een viespeuk. Wij hebben alleen maar aangekondigd dat we het over de vagina gingen hebben deze week. En? Nou ja, vieze rikje, zeg maar gerust vieze rik. Ja, ja. Nee, maar zo'n onderwerp hier op tafel gooien, dan vraag je om problemen. Ja. En jij zit nu met een gezicht van, jullie zijn te ver gegaan. Nee. Maar jij hebt hier schande. Alles uit ons proberen te trekken. Nee. Met vieze opmerkingen over vagina's. En dan zit je helemaal te genieten. En nu ga je weer hypocriet zitten doen. Nou, dat ging wel wat ver. Ja, maar je ziet wat het met die vrouw gedaan heeft. Het is gewoon niet leuk. Nou, maar die ene met die rode jurk vond het helemaal niet erg, hoor. Nee? Die kon het wel waarderen, denk jij? Nee, joh. Kom op, maar laat die wijven toch gaan. Ja. Nee, maar ach. Kijk, wij zijn natuurlijk ons hele leven op reis geweest in de gekste landen. En ja, er was niks tegen bestand. Nee, echt, het was echt zo. Achter het ijzeren gordijn, dat was het spannendste, vond ik al. Toen het ijzeren gordijn er nog was, waren ze eerder op je kamer dan in je koffers. Echt ja, waar. Maar echt waar. Maar toch ook overal waar je was, man. En ik bedoel... Die meisjes die de kamer opmaakten, ja, de eerste avond dat je er kwam was het een 4. Maar na 4 dagen was het een 9,5. Nee. Die werden steeds lekkerder die je kamer op kwamen maken, hè? Ik heb een keer gehad. Misschien moet ik dat... Houd er nou echt niet op met Kees Jansma? Nee, misschien moet ik dat... Nee, misschien moet ik dat niet op tv vertellen, maar... We zijn nu toch bezig. Ja. En er was niemand bij, maar... Dan ga je met zo'n juffrouw met een doorkijkblouse ga je naar zo'n flatgebouw. Ga je dit verhaal nu echt vertellen, deze? Ik weet nog wel dat de band in de nachtclub Una Paloma Blanca speelde. Dat is me bijgebleven. Maar haar moeder deed open in zo'n ochtendjas. En toen moest ik met die mevrouw in het bed van die moeder, in het warme nestje. En die moeder ging bij het zusje van die mevrouw liggen. Maar toen lag ik mijn best te doen. Toen ging die mevrouw heel hard schreeuwen. Oh, Dutchman. Toen dacht ik meteen, je moet je niet aanstellen, want dan hoor ik thuis nooit. Toen heb ik een fout gemaakt, René. Ja. Want je moet de taxi altijd voor de deur laten wachten. Maar daar had ik niet aan gedacht. Dus je was weggereden. En dan sta je daar in een buitenwijk. Ik weet niet eens meer welke stad het was. En dan moet je eens proberen. Ik heb zo vaak gewoon dit dan moet je proberen in het centrum te komen. Dan ben ik over de tramrails gelopen. Ik denk, die komt wel in het centrum uit. Door de nacht, weet je wel. Nauwelijks een straatlantaarn. En 's ochtends vroeg aan het ontbijt was ik in het hotel. Ja. Ja, je doet domme dingen. Nou. Ja. Nou, vind ik, nou moet Wilfred ook wat vertellen. Zou ik zeggen, gaan we het nog over voetbal hebben, wil ik maar zitten. Nee joh, wie is daar nou in geïnteresseerd? Wil je nog dat het over voetbal gaat? Of, Nee, maar laten we even, wat is er... Oh, je vindt Chantal er ook top? Ja, die vind ik prima, ja. Echt serieus. Nee, maar even serieus. Dat verhaaltje wat zij stond te vertellen voordat jij die prijs kreeg, ja? Heb jij dat verstaan? Dat was slecht te verstaan, hè? Ja, want dat was ook de reden dat ik niet reageerde. Ik verstond het ook helemaal niet. Je wist niet wie er gewonnen had? Nee, want ten eerste verstond ik het niet. En ten tweede was ik eigenlijk meer gefocust op... maak die envelop open en kijken wie de winnaar is, weet je wel. Dus, maar er zijn mensen die zeggen, ja, jij zat heel chagrijnig te kijken. Maar er kwam gewoon dat ik er niks van meekreeg. Maar zij was het jou toch ook laatst gevraagd, toch, voor het programma? Ze had mij gevraagd voor dat programma Chantal blijft slapen. Ja. En toen had ik gezegd, nou, je komt bij Van der Gijp thuis niet weg met... alleen slapen. Nee. Dan wordt er geneukt ook. Ja. Even serieus.
En de volgende dag stond ze op de stoep. Nee, maar ik ben getrouwd en ik heb kinderen. Oh, daar voel je niks van. Ik zeg, nou, daar vind ik toch schijt aan, joh. Dus dat, ja, dat is toen een beetje misgelopen. Ja. Ik heb er niks meer van gehoord. Nee, dat is niet doorgegaan dus. Heel kinderachtig van het vrouwtje. Ja, vond ik wel. Ik heb het nooit meegemaakt dat een trainer handtastelijk werd en zo. Ik heb alleen bij MVV meegemaakt dat meneer Pastoor altijd in de doucheruimte kwam kijken. Meneer Pastoor wel. En dan zei hij tegen Brokamp? Zei hij, kan ik even aan het ding... Nee. Kan ik even klinkelen? Nee, maar wij hadden de na-competitie verloren. En toen kwam hij ook weer binnen in de douche. En toen, hij zei altijd witte tegen Brokamp. En toen zei hij, hij wou er niet in, hij witte. Toen zegt Brokamp, nou meneer Pastoor, als je er vanavond in glijdt, ben ik tevreden. Ja. Ja. Maar 50 Shades of Grey? Ik vind dat hele SM, BDSM, maar gewoon een normale SM. Ja, is toch prachtig, man. Ik heb wel eens gewoon in zo'n huis, zo'n SM-huis. Maar kunnen jonge kijkers nu nog in? Nee, ik zou het wel even uitdoen. Maar in ieder geval, maar ik deed het gewoon voor de nieuwsgierigheid. Ik was ook uitgenodigd daar. Ik heb gewoon uitnodiging. Ja. En toen gaat dat bij een SM-huis? Nou ja, ik had een vriend, ik kwam iemand tegen, die werkte daar. En die zei, het is leuk als jullie een keer komen. Dan kan je een keer, zeg maar, een beetje opsnuiven. Kijken of het iets voor jullie is. Stage. Er was ook zo op te snuiven, maar... Ja. Kief zat aan de deur, maar in ieder geval... Dus wel in ieder geval... Maar het begon al verkeerd. Het begon al verkeerd. Dat ik had gegeten in Den Haag. En ik had gegeten. Maar het was gezellig, wijntje erbij dit. Hè. Dus wij waren te laat. Dus ik bel aan om 9 uur in, in die club. En doe iemand open. Die zegt, wat is dat? Ik zeg, wat is het? Te laat. Ja. Ik zeg, ja. Kan ik niks aan doen. Nee. Op je knieën. Nee. Ja, dus toen ben ik op mijn knieën ben ik die zaak ingegaan zo. Dat vond ik nog wel grappig ook. Maar die mensen, die nemen dat bloed serieus, hè? Dat SM bedoel dat je? Dat SM, weet je. Wij denken, ja, lekker op die billen. Die mensen hebben een heel ding, weet je. Dat is een heel ritueel. Dat was een gozer met reuma. Ja. Daar, een gozer met reuma. En het werd op een gegeven moment best wel warm, weet je, in die zaak. Er zaten best wel veel mensen binnen, die een beetje op, weet je, het is best wel warm. Waarop die gozer op een gegeven moment de schuifdeur een stukje open doet. Waarop die meesteres zegt, wat doe jij? Hij zegt, ik doe de deur open. Heb ik toch gevraagd? Hij zegt, nee. Ze zegt, dicht. Dus hij deed weer dicht. Ze zegt, nee. 100 keer open en dicht. En daar ging die, hoor, die reuma-patiënt. Deur open, deur dicht, deur open, deur dicht. En dan werd hij ondertussen op 100 keer. En weet je wat er toen gebeurde? Toen hij klaar was, zei ze... Wie zegt er dat het zo moet? Misschien moet het wel zo. Hij zegt, oh, ik dacht. Ze zegt, dan moet jij niet te veel doen. Nee. Dus, maar weet je wat ik ook nog gedaan had? Er lagen ook mensen in een lijkenzak. Nee. Ja, met een rietje. Dan konden ze doorademen. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar weet je wat ik wel? En op een gegeven moment ging er een op me zitten. Dat is ook een soort fenomeen. Dus die ging op me zitten. We zitten voetbalpraatprogramma nu. Nou wordt het wel interessant. Maar nou wordt het interessant. En toen heb ik dacht, weet je wat? Ik denk, misschien hoort dat erbij. Ik bijt. Toen beet ik in zo'n piercing. Piercing. En die slikte ik in. Daar heb ik toch last van gehad de hele avond. Die slikte in zijn rug. Nee, ik was echt jongen. Hey, maar zullen we vanavond na afloop allemaal naar de café gaan? Nee, dat is geen café. Nee, dat is geen café. Ja, maar, ja nee, maar waanzinnig. Maar je hebt het meegemaakt, maar nu niet meer. Nou ja, ik denk er nog wel eens als ik een vrij avondje heb, dan denk ik, nou, weet je... Is dat voor Jan of niet? Het is ook wat voor Jan. Ja. Maar toen op de knieën zat, wat gebeurde er toen? Nee, er gebeurde niet veel. Nee, want ik denk, dadelijk krijg ik er één, maar dat viel wel mee. Nee, dat viel wel mee. Maar ik denk dat Jan zou wel, zeg maar, in een zwarte string daar moeten lopen. Jacob string of niet? Ja. En dan noemen we hem Jantje. En ik had ook die gozer met die dingen. Dus op een gegeven moment had ik sigaretten. Ik zeg, zijn hier sigaretten? Toen is die gozer met die reumapatiënt, die is het wandelend moeten halen langs de Rijksweg. Is ook 4 uur onderweg geweest. Natuurlijk ook nog steeds Bas Nijers. Jij hebt trouwens een boek uitgebracht dat de zwaartekracht kan overwinnen, zie ik hier. Nee, je wordt ook haast niet onder de aandacht gebracht, dankjewel. Ja. De eerste twee drukken zijn uitverkocht. De eerste twee drukken zijn uitverkocht? Ja. Ongelooflijk, inderdaad. Maar Bas, dan heb je allemaal leuke anekdotes erin staan, maar niet de anekdote die je bij je presentatie vertelde. Dat er, toen jullie in Donetsk waren, 4 hele leuke dames stonden te wachten. Was dat zo? Ja, dat is... Nee, die staat er nog niet in. Nee, misschien in het volgende deel.
Nee, dat kan. Oh, die moet ik nu gaan vertellen. Ja, heel graag. Ja, inderdaad. Ja. Dus daar is het programma voor natuurlijk. Ja, nee. Ja, Bas heeft lekker zijn fluit erin gestopt. Ja. Deel 2. Ja, deel 2. Nee, deel 2, Wilfred. Nee, maar hoe zat dat dan? Nee, we hebben wel eens gehad, natuurlijk, je hoort wel eens van die verhalen van vroeger. We hebben dat ook wel eens een keer gehad. Dat er vroeger een keer in Donetsk, heel in het begin van de carrière, dat we een keer aankwamen in een hotel. En dat er ook een keer een man binnenkwam met vier brunettes. En dat ik daarbij stond, dat ik in het begin vier of is. Ik denk, wat is dat dan, Wil? Wat gebeurt hier dan? En dat die man op een gegeven moment ook naar ons toe kwam van, yes, vier brunettes for you, bla 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 bla. En wij zeiden ook, nee, joh, weg met die vrouwen, opzouten hier. Ja, ja. Ja, weggezegd. Nee, dat is echt waar. Weggezegd. Ja, maar ja, ik ben wel heel eerlijk, die man die geloofde dat ook niet. Want die dacht, die vindt brunettes niet mooi. Die kwam daarna met vier blondines weer terug. Dus dat is inderdaad wel het geval. Maar nee, maar die kwam dus met vier blondines terug. Hetzelfde verhaal eigenlijk. En toen heb ik ook weer gezegd, ik heb weg hier, opzouten met die vrouwen. Dat moeten we hier niet hebben. Nou, ik denk van ja, ze maar niet met vier kerels terugkomen. Ja, dat kan ik van Bas. Maar goed. Ja, dat kan ik van Bas nog wel begrijpen, weet je. Ja. Die moet dan die dag nog fluiten of de volgende dag. Dat kun je het niet maken. Die grensrechters moeten ook nog een inspanning leveren. Maar ik zou misschien vierde man, want zou ik ze alle vier in Die doet eigenlijk nog eens niks. Nee. Dat is lekker van. In het kader van die vinger nog even. Heb je gisteren Annie Schilder nog gezien bij Ranking the Stars of niet? Nee. Maar dan zou ik bijna willen zeggen, dan heb je één vinger niet genoeg. Ja, we kunnen het fragment niet twee krijgen. Handen. Nee. Paul de Leeuw wil het niet zou afstaan. Zou daar ook het Nederlandse gezegde van afkomen van met de natte vinger? Dat zou heel goed kunnen, maar... Nee, maar Annie was enthousiast, geloof ik, hè, over jullie ontmoeting destijds. Ja, 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 ja. Die was gisteren bij Ranking the Stars en helaas mogen we het niet uitzenden. Maar, maar wat is er gezegd? Nou, dat ze heel enthousiast was over die nacht met René. Dat het ja, wel natuurlijk. Een dikke voldoende was. Nee, maar Hans, kijk, jij neemt mij... Nee, maar jij neemt mij niet serieus. Nee. Maar ik kan likken als Rintintin. Annie wel. Zeg dat? Ik kan likken als Rintintin. Lekker, man. Nee. Ja, maar dan weet Hans' zus toch alles van. Likken. Heb jij nooit wat mee gedaan, hè, met mijn zus? Ja, nee, geen koek. Ja, ik weet heel zeker, hè. Ik heb nou een jaartje of 9 meegelachen. Jij hebt nooit aan mijn zus gezeten. Echt niet. Had hij jou kapot geschoten? Nee. Ja, jouw vader vond het helemaal niet erg. Ik kost 45 in. Ja, Jon, je wil niet alleen over voetbal praten. Breder, Jamie Vaas en Lil Kleine lijken toch uit elkaar te zijn? Ja, tussendoor. Ik zag dat op de privépagina's, maar het interesseert me niet zoveel dat ik het lees. Nee. Maar als dat meisje, wat er als een mooi meisje uitziet, bij die klootzak blijft, dan is dat heel dom en naïef natuurlijk. Je laat je als vrouw natuurlijk niet in elkaar meppen door zo'n piepeltje. Nee, je bent geen echte fan, begrijp ik wel. Ja, ik weet helemaal niet wat hij doet. Nou, je hebt hem ooit Kleine Jongen genoemd, maar het is Lil Kleine. Maar hij rapt en dan gaat hij met heel veel geld. Nou ja, daar ben ik sowieso niet in geïnteresseerd, maar... Ik zie dan wel eens dingetjes van hem in de krant en zo. Dan denk ik, nou, als je een vrouw bent met je volle verstand, dan zet je meteen buiten de deur. Wegwezen. Ja. Ja. Kijk, dat meisje ziet er dusdanig uit, die kan ook een leuke voetbalanalist krijgen, hoor. Ja, ook op leeftijd bedoel je nog. Ja. Nou, dat zou ik van mezelf niet willen zeggen, hoor. Nee, maar met zo'n konijnenpootje erbij, extra aantrekkelijk natuurlijk. Nou ja, allemaal. Dat voegt wel iets toe. Maar je bent dan best wel in conditie, want dat viel me gisteren op toen wij dus aankwamen lopen. Jij sprong zo over dat perkje heen, hè? Ik had dat niet verwacht op 72 jaar geleden. Zegt jou toch, ik plas nog een volwassen politieagent van zijn motor. Ja, hier, hop, zo over het perkje heen. En het blijkt toch, jij hebt overal verstand van. Dit heb je er ook alweer gelezen. Je had het wel gevolgd, dus klaar blijkt. Nee, ik lees de kranten, maar dan ga ik niet zo'n pagina lopen en lezen. Dan lees je de koppen en je kijkt naar de foto's en weer die Lil Kleine. Want die André Hazes junior, dat is niet bij te houden, weet je wel. Nee, daar ben je ook niet zo'n fan van. Nou nee, maar is er nou niemand uit zijn omgeving die zegt... nou hou je een maandje bek en je gaat niet met vreemde wijven... en niet met dames op een feest dat de dame de slipje op de enkels heeft hangen. Dat soort eenvoudige dingen. Ja. Weet je wel, want die jongen is zijn eigen carrière volledig aan het afbreken. En die hebben we ook wel eens hier gehad. In principe helemaal niet zo'n aardige jongen. Nee. Maar op hol geslagen, hè? Ja, nou, hij heeft nu al 10 dagen... Wij zijn door onze successen toch ook niet op hol geslagen? Nee, we doen altijd heel normaal. Vond je leuk, hè? Ja, ja. Ja, en op het moment dat je om je eigen grappen gaat lachen, dan wordt het leuk, hè? Op zo'n avond als deze. De dames hier zijn er klaar voor. Vanavond wordt het nog veel leuker. Moet je maar eens opletten. De dames zijn er klaar voor? Wat is dat nou voor een opmerking? Nou ja, omdat dat kan je toen niet zeggen. Dat vind ik nou... Ik denk dat Arie Boons, maar dat is seksistische opmerking. De dames zijn er klaar voor. Ja, nee, dat Johan... Arie, die hangt nou aan de telefoon met alle sponsors op. Ja.
morgen niet gaat ons sponsors kosten, deze opmerking. Ja. Denk je nu al, ja? Ja, weet zeker. Dus, nou ja, dat is ongelooflijk. Dus teringaap kan wel en rukkertjes. Maar de dames zijn er klaar voor dat... Die kan weer niet. Nou, sorry dames, bij deze excuus. Nee, joh, gek. Onzin. Hoe oud ben jij dan, 2026? Dan ben ik toch gauw 72. Je zit gewoon te liegen over zijn leeftijd. Je lijkt George Kelder wel. Nee, dan moet ik altijd lachen om Jaap van Praag, de vader van Michael. Die kon je dus alles over schrijven. En met een glimlach deed hij dat af. Maar ooit schreef ik in een interview van hem. Dan zette ik Jaap van Praag en tussen haakjes even zijn leeftijd erbij. Nou, schuimbekkend kwam ik hem tegen. Hoe ik het in mijn hoofd halen om zijn leeftijd te vermelden. Want ja, Jaap was natuurlijk een charmeur die altijd aan wijven, achter wijven aan zat die drie keer zo jong waren. Dat vond hij heel erg. Is toch de vader van, of niet? Van Michael, ja. Niet van een vreemde dan. En dan heb je een Nederlands spreekwoord. Nee, je hebt toch een Nederlands spreekwoord. De appel valt niet ver van de boom of zo. Ja, die is hem. Ja, dat is hetzelfde. Ja, je moet er even in komen. Maar ik vind dat niet kunnen. Ik was verleden week bij Radio Rijnmond en daar was een heel groot koor van buschauffeurs van de RET. Dat is de andere sponsor dan die Hans. De busonderneming in Rotterdam. En die hadden ook een Feyenoordlied. En dat klonk veel echter, veel gemeender. En ik vind, dit is een Amsterdamse zanger die iets commercieels ruikt als Feyenoord kampioen wordt. Al die gasten werken mee. Ik zie jullie thuis erbij komen. Dat hij dat gemaakt had van voor Opel, of niet? Ja, hij zal niet eens in die auto zitten. Dat was het afscheid van iemand bij Opel. Maar Litouwers gaat ook nog naar de opening van een brievenbus. Hè? Ja, die maakt het helemaal niet meer uit. Die maakt het helemaal niet meer uit, hè? Nee, maar ik heb hem... De ene klote maakt het helemaal uit. Na 21 jaar heb ik hem iets anders horen zingen dan You Never Walk Alone. Ja. Hij zat de playback hier, maar... Nee, maar ik vind dat echt wringen. Een Amsterdamse zanger die een kampioen... Een fijne supporter, Johan. Van klein af aan. Natuurlijk is hij geen Feyenoord supporter. Alleen toch niks wijsmaken, man. Die Amsterdammers zijn toch allemaal voor Ajax. Ja, hij komt uit Dronten. Daar is hij geboren. Hij heeft gestudeerd in Amsterdam. Daarna is hij met Akda de Munnik natuurlijk heel bekend geworden. Daar zal een Amsterdam sausje door zijn ontstaan. Maar hij is volgens mij Feyenoord-fan. Gerard Koks gaat toch geen Ajax-lied maken? Nee, dan gebeurt er iets heel raars. Dat wil Joke ook niet. Nee, klootzak. Nee. Ik zeg toch niks verkeerds? Nee. Hè? Want die Joker heeft wel een paar misstapjes gemaakt, maar die zou niet willen dat Gerard Koks een Ajax lied maakt. Je komt nog niet spontaan klaar, hè? Nee, zeg nee, dat je die hele tafel onderspuit. Maar je zegt helemaal niks. Nee. Je laat die twee maar doorgaan. Wat moet ik erover zeggen dan? Wat wil ik zeggen? Ja, dat is dom om te houden. Foei. Foei, ja. Of ba. Bah, ook heel vies inderdaad. Eva Jinek werd wel verslagen trouwens door Chantal Jansen. Ja, wat vond je daarvan? Volkomen belachelijk. Nee, maar Eva, het is een publieksprijs. En Eva Jinek heeft de overstap gemaakt aan de commerciële. En dan ben je een zakkenvuller. Dus dat kost stemmen. En dan die Jansen, ja, dat is zo'n lachenbekje, weet je wel. Die vind je niet goed? Nou ja, zeg mij eigenlijk niks. Dat vind ik eigenlijk een blondje zoals de honderden zijn. Nou, ze kan toch wel wat... Ze zou bij jou blijven slapen nog ooit? Voor geen goud. Nee? Ze wilde ook bij jou blijven slapen, toch? Ja, ik zei dat ik word er geneukt ook. Ja, nee. Er gaan bij mij geen vrouwen in bed liggen zonder dat er wat gebeurt met rare pyjama's aan. Nee. Nou ja, ik zou dat niet eens eisen, maar die hond van mij die had er meteen bovenop gekomen. Nou, we zijn lekker begonnen. Maar jij denkt echt dat het publiek daardoor een beetje even... Maar denk je ook niet dat dat dan gevolg heeft voor volgend jaar? Nou, ik denk zeker door de publiciteit... als je naar de commerciële gaat van de publieke omroep... ja, dan ga je voor geld. En dan zie je aan de ingezonden brieven in de kranten beneden... dat schijnt heel smerig te zijn om voor geld ergens heen te gaan. Nou, ik vind het helemaal niet smerig, hoor. Er werd trouwens ook nog gerefereerd... even terug naar die persconferentie. Ja. Er werd nog gerefereerd aan ons programma. Ja, het kutland, sorry voor taalgebruik, wat Johan had gezegd over Nederland... daar werd door Sam Hagens van Hart van Nederland, jullie collega, Rutte naar gevraagd. En ik vond het best een opmerkelijk antwoord... want Rutte had er niet zo'n zin in om het hierover te hebben. Meneer Rutte, excuses voor taalgebruik, maar ik vroeg me af... heeft u de hashtag kutland meegekregen de afgelopen dagen? Sorry, nee, andere vraag. Er is afgelopen vrijdag een panelonderzoek gedaan door Hart van Nederland. 70% van de Nederlanders vindt dat Nederland
sorry, weer voor taalgebruik, een kutland is geworden. Sorry, ik ga nu geen andere vragen dan over het virus beantwoorden. Dit gaat over corona. Ja, ik geloof het, maar ik heb ook vakantie. En over dat soort dingen praten we weer als iedereen terug is van vakantie. Ik beperk me nu echt even tot corona. En dit gaat ook over corona, want corona is een van de problemen. U zult het even moeten doen met mijn antwoord. Nee, dit ging toch niet over corona? Kijk, Rutte, dat weten we, die praat niet graag over een kut. En maar verder is het een goed gebruik. Zou die er wel als zien in Likja zijn bril even afzetten? Of zou die zijn brilletje ophalen? Nee. Ja, maar die besloeg steeds. Nee, maar verder is het een goed gebruik dat VVD'ers elkaar in de openbaarheid nooit afvallen. Dus Mark heeft het uitstekend gedaan. Heel goed. We gaan lekker de diepte in vandaag, jongens. René, we hadden gisteravond een wereldavond. Prachtig voetbal natuurlijk. Nou, lekkere wedstrijden. Ik moet jou heel eerlijk zeggen, Wilfred. Het was mijn meest troosteloze avond als analist ooit. Ja? Ja. Twee wedstrijden die er totaal niet toe doen. Nee. Ik had op een gegeven moment, ik zou die mensen uitleggen hoe de avond ging. Nou, mijn vriend heeft driekwart van de avond in de auto gezeten. Zit te roken. Ja. Ik zat driekwart van die avond in mijn eentje voor die tv. En toen ben ik borrelnootjes gaan eten. Ja, die kwam je halen steeds uit vervelingen. Uit vervelingen. Ja. En daar werd ik toch een partij misselijk van, jongen, van die borrelnootjes. En die tweede wedstrijd, dat was Nice 3 tegen Vitesse 2. Dat was helemaal vreselijk. En toen dacht ik ga zo naar huis. En dan word ik steeds troostelozer. Hè. Ik denk, ik kan twee dingen doen. Dan wil ik thuis iets doen wat nog troostelozer is... als wat ik die avond gedaan had. Maar dat kon haast niet. Jawel. Ja? Ik dacht aan of ik drink een fles whisky op... of ik pak die kalender van dat meisje en ik ga hem af zitten trekken. Ja. Dat is ook heel troosteloos. Ja. Met in je linker die kalender. En die, dat is heel troosteloos. Ja, dat is vrij troosteloos. Maar toen ga ik zitten. Ja. Om 10:01 ga ik zitten. En mijn zoon had waarschijnlijk naar Foxy zitten kijken. Ja. Want die vindt dat dan leuk, dan komen al die wedstrijden voorbij. Doelpunten. Maar die sliep al. Dus 1 uur, ik ga zitten. Ik heb met die fles whisky, ik had die kalender neergelegd. Ik ga zitten. En wie hebben me gered? Nou? Pires en dokter Anders, professor Brugging. Nee. Die stonden nog te analyseren. Om 10:01. En weet je waar die het over hadden? Nee. Over een Deense club. Ja? Die vonden zij behoorlijk verdedigend speelde. Ja. He, compact en achterin waarschijnlijk. Compact achterin. En dan heb ik daar zitten luisteren 10 minuten. En ik denk, dit is nog veel erger dan wat ik gedaan heb. En toen heb ik vanmorgen zitten kijken naar de kijkcijfers. Ja. Wat denk jij? Nou? 7000. Weet je wat dat inhoudt? Nee? Dat is 1 man met een kastje die in slaap gevallen is. Die lag zo. En daar stonden hun voor te analyseren. Is toch heerlijk, hè, Janne? Dus ik voelde me weer helemaal... Was je het mannetje weer? Ja, vanochtend. Ik was weer helemaal het ventje. Ja. Mijn piercings, dat zijn van die balletjes, die kan je zo... Oh. Ik heb er wel eens een ingeslikt. Die ging los. Ja, ze had opeens in mijn keel. Wat moet je aan het doen dan? Ja. Wat moet je aan het doen dan? Ik ga mijn tanden aan het poetsen. Ja. Die meneer had niet kunnen schrijven. Graag de Helker, sorry. Het is weer niet gelukt, helaas. Dat, wel goed nieuws, ik zie er een boek liggen. Dat boek hadden we al een keer gezien, maar nu is het ook... Kijk, Jan is een... Jan denkt, je? Jan denkt, ik ga niet meer beffen. Ja. Als je daar eenmaal bent en je voelt wat hard, dan ga je er toch in bijten. Oh. Maar goed, even serieus. Van boven de 50, maakt ook allemaal niks meer uit. Van boven de 50? Nee, maakt ook allemaal niks meer uit. Jan is een fenomeen in België en...
Hij is daar veel op tv, maar ook Henk Houwaard en Aten Mos. Maar even voordat we het voetbal induiken, even de leuke dingen van een andere televisiestender. Ja, Undressed for Love. Ja, je weet, ik hou van goede televisie. Ja, ja. En ik hou ook van hele, hele, hele slechte televisie. Ja, vind je ook lekker. En Harry Wens. En gisteren viel ik in het programma de Grote Piemel Show van RTL. Of de Kale Kutjes Show, hoe je het ook wil noemen, weet je wel. En dat was zo slecht. Dat was zo slecht. En dan denk ik, die Lieke heeft nu kinderen. Ja. En die is getrouwd, hè? Met een man die erg bemiddeld is. Dus, juist. Ja. Dus eigenlijk heeft Lieke het helemaal voor elkaar. Totaal. Ja. En dan gooit Sven gewoon zand in de motor. Sven Sauvé bedoel je? Ja, natuurlijk. Die laat die Lieke ongeveer het slechtste programma van het jaar presenteren. Ja. Dat is zo slecht. En zij presenteert het dus alsof ze de Oscar-uitreiking aan het presenteren is, hè? Ja, ik heb er zo verschrikkelijk om zitten lachen. Ze gaat er wel voor, bedoel je? Ze doet haar best. Ja, ze doet het bloed serieus. Maar het is gewoon een waanzinnig slecht programma. Komen dan nu de beelden? Nee, die zijn wel. Nee, omdat die piemels die mogen alleen bij RTL uitgezonden worden. Wij zitten bij een nette zender natuurlijk. En wat is nou precies het principe van het programma? Nou, het principe van het programma is dat je iemand zijn piemel eigenlijk al ziet voordat je hem leert kennen. Oké. Okay. En op basis daarvan wordt er dan een relatie? Ja. Kijk, die donkere jongen houdt de hele tijd zijn hand ervoor. Dat is maar beter ook. Want al stemt er helemaal niemand op. Want als je die erin krijgt, dan loop je 6 maanden mank. En eigenlijk, dat rechtse mannetje, dat Nederlandse mannetje... Ja. Die had een heel klein dingetje. Ja, dat kan je niet. Daar stem je moet nooit met een zwarte jongen in een show gaan. Maar hoe gaat zo'n... Nee, maar die Wieke, die liep... Lieke. Ik weet niet of jij dat gezien had. Lieke. Wieke werkt hier. Nee, Lieke heet ze. Ja, ja, Lieke. Die liep een keer langs dat hokje waar die zwarte jongen stond. Toen zei ze ook, au. Maar hoe gaat zo'n contractbespreking dan? Kom je op kantoor bij Sven? Moet je hem op tafel leggen. Ja. Nou. En dat vindt Sven wel lekker. Ja. Jongen. Maar dan zit Sven natuurlijk in zijn matrozenpakje. God zie mij nu, jongen. Het heeft toch een half jaar geduurd voordat deze gemaakt is. Maar ik probeer me dat toch voor te stellen. Dat je zo'n programma aangeboden krijgt en je zegt, leuk. Ja, leuk, dat ga ik doen. Lijkt me leuk. En ook die mensen die meedoen, ja, die zijn natuurlijk goed bij hun hoofd, weet je wel. Dan nog helemaal op het eind van de show en dan krijg je dit soort opmerkingen naar elkaar. God, je ziet er heel anders uit aangekleed. Ja. Hans, het is slecht, jongen. Je moet echt kijken. Je moet echt kijken. Wat gebeurt er? Het is nu pas spannende tv als er iemand een erectie. Ja, dat is toch zo? Ja, je zou eigenlijk die Heijman Brusselmans neer moeten zetten. En een pilletje. En die staat gewoon een uur lang met zijn groot ding voor je neus. We hebben het over voetbal in dit programma normaal gesproken, Hans. Ah, joh, dat de voetballer zit. Ja, dat is lekker zitten. Kan jij Herman nog als Karin wegzetten ook? Wat is een bril afzet? En wat kan je winnen? Want als je wint, wat krijg je dan? Ja, je krijgt dat kale kutje in mijn huis. Lekker man. Hey, maar wat bezielt mensen om in je blote reet op tv te verschijnen? Ja. Want die mensen die geven zich op. Ja, maar hetzelfde is van die bekende Nederlanders die tegen elkaar gaan boksen. Dat begrijp ik ook helemaal niet. Dat vind ik nog iets anders dan in je blote kokus. Jawel, maar waar slaat het op om te gaan boksen op tv? Nee, laat ook maar. Nee, maar als ik morgen naar de buurtwinkel in Gollo ga met blote tokens, dan komen ze me ophalen. Ja. Maar hier kun je gewoon wel een tv-show... Ja. Terwijl jij toch nog de Witte Negen wordt genoemd, hè? Jij hebt een carrière al. Dus nou, nee, maar ik ben benaderd voor het programma, maar die mensen zeiden... dat kan niet meneer Derks als dat ding over de grond slepen. Die zitten al 4 volwassen mannen van middelbare leeftijd en meer. Maar goed. Hans, hebben jullie wel eens een teamuitje gehad, Johan? Met Veendam bijvoorbeeld of met Cambuur? Een teamuitje, even met z'n allen lekker weg. Naar het café of heel vaak, of bowlen of iets. Wat? Ja, we gingen altijd naar de Continental Club. Waar zat die dan? In Groningen. Oké, en daar kun je... Nou, dan kon je wat drinken, maar het leuke met de Continental Club... ik moet dit allemaal niet vertellen. Nee, nou doe me niet dan. Maar nee, dit is een leuk verhaal. Okay. Bij de Kees Jansma erbij? Nee, die was er niet bij. Maar Kees was er graag bij geweest. Ja. Nee, maar na een bepaald, ik geloof na 12e...
als je dan met zijn juffrouw het op het toneel deed, dan was het gratis. Ik heb daar heel succesvolle optredens van. Maar is dit een grap of is het serieus? Nee, dat was zo. Als je het dan op toneel deed live, dan was het gratis. Hoefde je niet te betalen. En er waren wel eens... Kijk, want daar gingen we heen met spelers van... Je zat vroeger, gingen alle clubs die reisden per trein. Ja. En al die clubs in het noorden... Kijk, ik speelde eerst bij Cambuur en later bij Veendam. Maar dan kwam je Heerenveen en Groningen kwam je ook tegen in Zwolle. En in Amersfoort kwam je nog meer teams tegen. Dus dan gingen we terug naar het noorden. En dan waren er altijd een paar van Veendam, een paar van Cambuur, een paar van Groningen. Die gingen dan samen stappen in Groningen. En dat was heel gezellig. Ja, zo klinkt het wel. Ja. Dus anders dan bowlen bijvoorbeeld. Nou, dat hij dat over die Continental Club vertelt, weet je. Ik was met die Johnny de Mol in een... In een striptent in Barcelona. En was gewoon kijken. En op een gegeven moment was de eindact... Was een heerlijke negerin die opkwam. Echt met zulke tieten. Even kijken hoe laat het echt is met nu. Zulke tieten. Oh ja, 20 over 11. Ja, dat kan. Zulke tieten. Ja? En die ging strippen. En steeds meer uitdoen. En pikte dan een gozertje uit het publiek. En die pakte in dit geval een klein Chineesje. Zeg maar een Chineesje zo groot, een mannetje van een jaar of 60. En, en dan ook zoenen met die mannen, met die tieten over dat hoofdje heen. En een lik aan heb die man. Heb je het adres van die club? Nee. Maar nou komt het. En dat was de eindoefening was dat het onderbroekje uitging en ze echt zo'n grote lul had. Nee. Ja. Maar, en dan was je met Johnny. Nou, ik kan jou zeggen dat... Dat die Chinees, die werd echt gek. Ja, maar ik kan me voorstellen. Die werd echt gek. Ja. En die is echt gewoon de zaak uitgesprint, hè. Ja. Dus niet gelopen, maar gewoon gesprint. Nee, maar ik begrijp het. Maar toen dacht ik bij mezelf, dat is best gevaarlijk om te doen, weet je wel. Nou, maar wat jij nou vertelt. Ik heb hetzelfde gehad met Apollonius van Knijnenburg in Milaan. Ja. We zitten in een bar... Aan de bar met twee lekkere wijven. En we gaan pissen. En die twee wijven staan zo van onder een minirokje in de pisbak te zeiken. Ja. Maar die Chinees, weet je wel. Ik zei gelijk tegen die Johnny. Ik zeg, dit vind ik linkersoep. Ja. Hij wist dat het ging gebeuren, hè? Hè? Hoezo? Hij was nou, omdat... Hij was die avond tevoren al geweest. Nee, hij wist dat het ging gebeuren, want het was voor dat programma van mij. Ja, dat met waar hem, is de Mol? Waar met is de Mol? Hem, ja. Barcelona. Ja. Dus die redactie was daar geweest of we even mochten filmen dat wij daar... Nou ja, lang verhaal kort. En toen zei hij, moet je daar ook opletten... En die Chinees die pakt ze zo lekker beet. En die heeft gewoon zo'n grote lul in zijn handen. Maar heb je dan nog zo'n dingetje in je handen? Maar zo'n grote lul, jongen. En die man, die man was echt ziek, nee, jongen. Maar, dat die was ziek. Dat is een traumatische ervaring. Ja, maar wat denk je in dat soort landen, Johan? Ja. Dat is echt... Ik denk, die man... Die springt daar van het fletje af als hij terug in dit hotelkamertje is. Hè? Kun je niet uitsluiten, denk ik, als ik het zo hoor. Nee. Ja, maar het is een vak, hè? Ja. Maar dat is toch iets anders dan bowlen, als je dit dan zo hoort. Ja. Bij dat maar bowlen... als ik mocht kiezen. Ja. Reactie op de wedstrijd. Johan, denk je nog steeds dat Italiaan Europees kampioen worden? Nou ja, ze hebben verschrikkelijk teleurgesteld. En in de loop van de wedstrijd kreeg je sympathie voor Oostenrijk. Die hadden voor mij mogen winnen, want dat was het verdiende loon geweest voor die... Ja, liefst eigenlijk naar 90 minuten had je dat ook, toch? Jawel, dat was helemaal ideaal geweest. Maar ja, dan zie je dan... Die Chiesa komt erin en die maakt gewoon toch een goede goal. Ja, Chiesa, hele goede. Zijn vader was trouwens ook nog international, hè? 7 keer. Hij speelde voor Sampdoria. Speelde op dezelfde plek. Ja, ook een spits. Hij, vanaf de zijkant. Ja. Ja. Maar echt een mooi goal. Ja, geweldige goal. Nee, want nu nog niet laten hem zien. Je maar... moet hem ook nog... Ja, nee. Ja. Maar hoe hij hem aannam met zijn hoofd, weet je, in een kleine ruimte. Goede controle. Maar een geweldig schot. Je bent als trainer natuurlijk wel gewoon volledig van de pot gerukt. Als jij gewoon een middenveld, wat alle lof krijgt op dit moment. Ja. Waar iedereen van zegt, er zit van alles in. Er zit dynamiek in, er zit snelheid in. Er zit controle in, werkelijk alles. En dat haal je uit elkaar. Ja. Dan weet u niet goed wijs. Ja, de vorige wedstrijd had hij natuurlijk al ook een aantal spelers erin gezet. Want die eigenlijk wilde dat iedereen een keer gespeeld heeft. Ja, maar het eerste middenveld. Ja, maar het eerste middenveld. Ja, waar Verratti niet bij was. Dat moet je natuurlijk niet doen. Kijk, ik bedoel, wij hebben... Ja, weet je... Wij zijn nog analist. Nou ja, jullie hadden het niet makkelijk, want hij viel een paar keer uit. Jullie hebben nog geklaagd ook. Maar wij zijn nog analist. Maar dan heb je nog een beetje zitten kijken van... slecht aangenomen, goed meegegeven, goede bal, iets te kort...
Maar ik bedoel, als ik geen analist zou zijn en ik zou thuis liggen, dan dacht ik, wat een kutwedstrijd. Ja. Weet je, en dan zie ik daar van die dingen staan, van die drinkbekers, ja, bij ons. Ja. Die zijn dan van Easy Toys. En die, als je dan dat drinkbekertje losdraait, dan kan je je pielenmuis, die kan je erin stoppen. Oh, ja? Ja. Nou ja, als ik thuis die wedstrijd had zitten bekijken en ik had zo'n drinkbekertje gehad, had ik het toch geprobeerd. Even voor de verlenging, hè? Voor de verlenging. Maar gewoon in de tweede helft. Toen, ja, ik even, nou, even, uit verveling gewoon even. Gewoon even uit verveling kijken of hij erin past of, ja, zo. Kijk wat hij doet. Ja. Ja. Ja, nee. Gewoon even kijken of hij erin past of, René, zo. René, ja, ik zou het niet proberen, want ik kreeg hem er niet meer af. Jij bent al geprobeerd. En dan gaat die gaat dan zeggen, ja, je moet hem ook wel af en toe schoonmaken. Waarom? Ja. Het is juist lekker als die, ja, ruikt, man. He? Dan weet je waar die ligt. Ja. Dan heb je het over de floormanager die dat zei. Ja, die, ja, zei, je moet hem wel vaak schoonmaken. Ik zei, nee, man, je moet hem gewoon laten liggen. Gewoon... Waar gaat dit naartoe, zeg? Nou ja, het is nu zo laat dat we, ja, wel wat volwassen humor kunnen, ja, we doen. Kunnen nu echt alles doen, heb ik de indruk, inderdaad. Ja. Maar ik bedoel, zo'n wedstrijd zit er dan altijd tussen, zeg je toch, of niet? Want, dat zijn volwassen. Ja, ja. Ja, zo'n wedstrijd zit er dan, ja, dan altijd. Ja, dan ben je er ook af, hè? Ja, dan ben je er ook uit. Hoef je er niks meer over te zeggen. Hey. Mooie boel allemaal. Ondertussen is hij binnen. Chris, de Evergiven. Het heeft een partij tijd geduurd, zeg ik, vanuit het Suezkanaal. Maar hij is binnen. Dus de huisvrouwen in Nederland kunnen opgelucht ademhalen. De spulletjes worden van de week allemaal afgeleverd. Dus, maar ik hoop dat de dames batterijen in huis hebben. Ja, ik hoop dat ze niet zijn doorgelopen tijdens het verblijf van de containers. Er zaten 2 grote containers in. Maar het goede nieuws is, het was niet alleen voor de dames, maar er zaten ook teaser masturbators bij. En flashlight, dat zijn masturbators voor mannen. En die schijnen zeer. Stel een dozijntje voor mij, Chris. Kun je een dozijntje opzij leggen? Ja, absoluut. Ja, extra large. Extra large, ja, geef me dan. Maar je hebt er maar één nodig, hoor. Nee, maar wij hebben zo'n ding gekregen. Wij hebben zo'n ding gekregen, hè? Ja. In Zeist. Dat is niks, joh. Nee? Heb je geprobeerd? Nee, maar dan ga je er niet meer mee. Stel je voor, je zit voor de tv. Je denkt, nou, ik toch even dat ding uitproberen. Dat is zo'n apparaat, man. Zo, ja? Ja. Nee, ik gebruik hem niet. Heb jij nog niet geprobeerd? Nee, niet geprobeerd. Ja, ik heb ik heb het gewoon even geprobeerd, maar ik vond het niks. Nee, ik vond het gewoon niks. Nee. Een klein puntje erin gezogen. Het is een gedoe. Het is een gedoe, ja. Gedoe. En moet je de juiste batterij hebben. Je hebt het idee dat er echt een soort van Pirelli-band om je lul zit. Nee, maar weet je, als het nou een heel klein dingetje is, dan is dat niet erg. Maar het is zo'n ding, man. Hey. Het is gewoon een soort... Ja, wat? Ja, weet ik, dit hangt 3 kilo aan je piemel. Ja. Blijf jij maar stijf houden. Ja, maar dat gaat niet. Misschien dat jij het apparaat van Ruud Gullit had. Nee. Zijn allemaal, nee, want... Is het allemaal één maatje? Was hij spits? Ja, hij... Je moet hem een beetje uit elkaar rekken en dan... Ja. Nou ja, maar je maakt me nu wel heel benieuwd. Ik doe het dadelijk even in de commercial breakdown. Ja. We hebben hier 2 speciale eigen toiletteenheden, hebben wij, hè? Ja. Met een soort vreselijk raar licht erin, heb je gekregen? Die alle kanten opgaat. Ja, dat zijn van die wc'tjes die je overal neer kunt zetten, hè? Wij hadden grotere als die. Wij hadden echt dit, dat was echt dit. Een hele grote. Ja, ze hadden echt wel... Je hebt het nog steeds over die masturbators. Ja, ik zag ze toevallig langskomen. Ja. Ja, kijk, als dit soort onderwerpen er zijn, dan zijn de Olympische Spelen niet relevant. Nee, zijn die nog bezig eigenlijk dan, de Olympische Spelen? Ja, toch? Je hebt